Stadje in Leinden, waar ik zelf ook woon. Ik ben laatstejaarsstudent netwerk economie aan de West in Kortrijk, met een vooropleiding in het middelbaar boekhouden informatica aan het Heiligat College in Waregem. Netwerk economie is eigenlijk een combinatie van IT en economie, met telkens nieuwe uitdagingen met zicht op de toekomst. Projectmanagement binnen de richting is dan ook heel belangrijk. We werken heel vaak in teams en heel dan ook verschillende projecten managen op tijd, deadlines halen enzovoort. Ik ben een echte IT- en financiënknobbel en daarom volg ik ook het quizetraject Digital Entrepreneurship binnen Netwerk Economie. Dus binnen die IT-skills hebben ze een aantal programma's dat ik kan. De MS Office, het standaardprogramma, heb ik heel goed onder de knie. Natuurlijk de WordPress voor websites te maken, MySQL, Tableau en eigenlijk nog allemaal verschillende programma's, maar niet te veel zijn voor allemaal op te noemen. Ik ben een enorm sociaal persoon en ik hecht daar dan ook natuurlijk heel veel belang aan, zowel in mijn vrije tijd als gewoon in het privé en zakelijk leven. Ik ben dan ook 9 jaar bij de scouts geweest en ik ben dan ook in mijn vrije tijd trainer van de White Star Deense, waar ik vooral aan 4-jarigen, 5-jarigen lesgeef. En waar ik zelf natuurlijk ook train. In het middelbaar deed ik een Erasmus Plus naar Budapest voor een week, waarin ik verschillende nieuwe culturen leer kennen. 2 jaar geleden deed ik een summerschool aan Helsinki voor 2 weken. Deze summerschool werd gespecificeerd met spoken English en service en sales management. Ik leerde heel veel nieuwe mensen kennen van verschillende landen, maar ook heel veel verschillende culturen die een heel belangrijke rol spelen in het ondernemen of managen, dat je het echt kunt gaan inspelen op de persoon zelf. Ik had ook 4 verschillende talen, namelijk Nederlands, mijn moedertaal, Engels, Frans, en een klein beetje Duits. Dus eerst en vooral, ik heb verschillende zomers als redder gewerkt. Ik heb namelijk in 2016 mijn reddersdiploma behaald. Maar daarnaast deed ik ook in de cafetaria in het ziekenhuis van Deinzen. Heb ik ook vele zomers gewerkt als vakantiejob. Waar ik ook met verschillende mensen in contact kwam. En ook eigenlijk van alles geleerde. Daarnaast, sinds vorige zomer heb ik gewerkt in het ziekenhuis van Deinzen aan het onthaal. Waar ik in contact kwam met patiënten, waar ik telefoons moest opnemen en eigenlijk zo'n persoonlijke band met patiënten opwekte. Daarnaast ben ik nu dit jaar ook gelegenheidsjobstudent team ondernemen van de stad Kortrijk, waar ik eigenlijk bij de handelaar sta en eigenlijk probeer databases up-to-date te houden, zodat ze eigenlijk constant kunnen gaan werken rond die lokale handelaars. In de maand februari deed ik stage bij Retail Detail, de leidende community, B2B community van de Benelux, die dus vooral bezig is met de retailsector en die daar ook volop in centraal staat. Die onder leiding is van de CEO Jörg Snoek. Dus eigenlijk alles van events, van ze doen ook retail nieuws. Dus eigenlijk is echt wel bekend en het vindt zich plaats in een shoppingcenter op de Meer in Antwerpen. Dus eigenlijk de centrale plaats noemen zij het van België. Dus daar was ik volledig de rol projectmanager die ik op mij mocht nemen. Ik werd daar ook volledig in het bedrijf opgenomen, mocht dan ook volledig meedraaien. En ik ontmoette ook unieke CEO's van verschillende bedrijven. Dus het was een unieke kans om verschillende mensen te ontmoeten en echt mee te draaien als projectmanager en verschillende taken op mij te nemen. Nu, als je nog vragen hebt of je wilt me contacteren, kan je alles doen via LinkedIn, gewoon Amber Kampen of natuurlijk mijn e-mailadres amber.kampen@hotmail.com. Dankjewel voor jullie aandacht.